Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Race. Mijn naam is Gian Hansgraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 8 hier in Engeland. Maar heb je de vorige race in Canada gemist? Zal ik die eerst even terugkijken, zodat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven in het i'tje. Klik erop en dan zie je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer en schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. We gaan lekker, ook met de wedstrijden. Ronde nummer 8 alweer. We zitten officieel op de helft van seizoen 1. Nice. Dus ja, het schiet aardig op. Hopelijk kunnen wij deze race wat naar voren komen. In de vorige wedstrijd hadden wij namelijk een vijfde plek binnengehaald. En dat was goed genoeg voor onze eerste punten. Dus ik heb hoge verwachtingen van deze wedstrijd. Engeland, ja, we zijn er niet al te best op. Moeilijke race voor ons. Maar goed, over moeilijk gesproken. Mijn teamgenoot, die heeft nog geen punten gepakt. Dus dat, ja, dat gaat nogal lastig. En wij moeten gewoon updates bouwen en zo snel mogelijk naar voren zien te komen. Ja, en Charles Leclerc won alweer een wedstrijd in Canada. 7 uit 8 heeft hij gewonnen. 7 overwinningen uit 8 wedstrijden. Ongelooflijk. Aantal updates dus binnengekomen. Dan hebben we dus extra cash. Goed om te zien. Helaas is een update gefaald. En we doen geen Pirelli Hot Lap. Dus ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor de grote prijs van Engeland. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Lekker zonnig weer is het. Hopelijk kunnen we doorkomen naar Q2. Het zou wel mooi zijn als dat gaat gebeuren. Maar we moeten er denk ik hard voor gaan. De auto is toch niet optimaal namelijk. Ik rijd gewoon met volledige downforce. Dus op het rechte stuk zijn wij heel erg kwetsbaar. En kijken wat Theo Porcher doet. Daar een klein beetje te wijd en missen helaas die apex. Heeft ons wat tijd gekost. Hier ook weer iets te wijd. En dan snij ik gewoon deze bocht af om weer tijd in te nemen. Want ja, zo ben ik. En dan komen wij op een P2. Op 1,5 seconde van Charles Leclerc. Zijn we inmiddels bij het einde van Q1 als wij op P15 staan. Dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2. Want Gasly gaat ook door. Stroll zit op, helaas, buiten de boot. Dus hij moet nog een keer ervoor gaan. Maar wij zijn in principe al safe. Maar ik wil er toch nog een keer voor gaan zitten. Alleen dan is die ronde helemaal niet goed. En dan kom ik hier ook achter dat ik mijn ERS ook niet aan had staan. Dus dat is lekker slim. Vandaar dat deze ronde helemaal niet ging. Maar zijn wij door naar Q2? Jazeker, we zijn door naar Q2. En met nog ongeveer 1 minuut op de klok. Ongeveer gaan wij een ronde beginnen. Hier in Engeland. Kijken of we door kunnen komen naar Q3, maar dat gaat sowieso niet gebeuren. Ik verwacht hier niets voor bijzonders, gewoon een P16 zometeen. Want de auto is gewoon nog niet goed genoeg. Aanremmen is al heel irritant, hier gewoon te wijd. En ja, dan gaan we de ronde finishen. Russell naar de snelste tijd. En wij blijven gewoon op een P16 staan. En ja, Russell het snelste. Leclerc 2. Sainz 3 in Q2. Hamilton 4, Verstappen 5, Perez 6, Bottas 7, Norris 8, Alonso 9 en Ocon op P10.
Wij zijn dus niet door en gaan ons voorbereiden voor de wedstrijd. Voor aflevering nummer 8 hier in Engeland. Vertrekken dus vanaf een P16. Daar gaan we dan. We return once again then to the home of British motorsport and the birthplace of the Formula One World Championship. It's race day here at Silverstone and it's time for the British Grand Prix. The 3.6-mile long Silverstone circuit is one of the longest of the season, with 18 corners in the current layout. With average lap speeds reaching around 145 miles per hour, it's also one of the quickest tracks of the year. Watch out for cars taking the right-handers of Abbey and Copse flat out. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole. And Max Verstappen lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Russell, Sergio Perez, and Norris, Bottas, Fernando Alonso, Gasly, and Mick Schumacher. Sainz, they've taken a grid penalty. Ricciardo, Sebastian Vettel, and Joe, the Professor, Stroll, Kevin Magnussen and Alex Albon, Teo Pourchaire, Ocon, Tsunoda and Nicholas Latifi. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. Anthony Davidson also joins me in the commentary box today. Let's start with the new Alfa Romeo driver. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Dan zijn we aanbeland bij de grid. We trekken dus vanaf een P16. Aan het einde van de race kan er regen ontstaan. Medium hard is de strategie, een eenstopper. En neem maar wat extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. Dan gaan we ons voorbereiden op de Formation Lab. En dan is het gewoon weer bandjes opwarmen, remmen opwarmen. En kijken hoe goed wij wegkomen. We moeten dus de banden zien op te warmen, de remmen wat te verhitten. En als we dat allemaal hebben gedaan, dan komen wij zo meteen aan bij de gridslots. En dan gaan we ons voorbereiden voor aflevering nummer 8 van F1 22 My Team Career Mode. Kijken of wij goed in onze gridslots komen. Ik weet niet wat Guanyu Zhou daar een beetje doet. En net iets te ver weg. Dus we worden teruggeplaatst. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 8 van F1 22. My Team Career Mode. De lampen gaan aan voor de grote prijs. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen wat moeizaam weg. 3 keer corrigeren vanwege wheelspin. Kunnen hier niet langs, want Ricciardo en Guanyu Zhou blokkeren mijn pad. Sainz komt heel slecht weg. En wij vallen daar de Spanjaard aan. Ook Guanyu Zhou en Vettel kunnen we aanvallen. Jazeker. Ook Gasly hier dan. Jazeker, maar die laat geen ruimte over. De wielen haken hier een beetje in elkaar. Maar wij zijn naar P10. Rijden in de punten. Gasly probeert wel terug aan te vallen. Maar dat lukt niet. Alonso is de volgende. Maar daar is het nog net iets te ver weg. En dan zitten we in ronde nummer 2. Als Carlos Sainz het daar probeert aan de buitenkant via het gras is er langs. Wij proberen bij te houden en raken daar per ongeluk Sainz op het rechte linker voorwiel. Maar geen schade dus. Dat is best wel nice. Om te zien, Charles Leclerc leidt in ieder geval weer een wedstrijd. Zet ook gelijk de snelste raceronde neer. En Sainz probeert het. Maar wij gaan verdedigen. Kan er langs. Maar durft hij niet volledig in te sturen. Wij gebruiken hem als een soort van afremblokkade. En dan zitten we in ronde nummer 3. Sainz aan de buitenkant. Lukt niet.
durft hem niet even bij te zetten en wordt daar gewoon even geblokkeerd. En Vettel is naar Carlos Sainz toegereden. Wij rijden nog steeds op P10 een punt als we zo zouden eindigen, maar we moeten nog een pitstop maken. Dus ja, dan kan je wel verwachten dat wij dit niet gaan volhouden. Sainz kan alleen maar koekeloeren. Probeer het daar dan wel. Wij moeten gaan verdedigen. Dan volgt hier zometeen een lang recht stuk. Onze exit is niet verprutst, jazeker. En Sainz moet naar ons toe zien te rijden. Heeft ook DRS. Maar dan zitten we in ronde nummer 4, nog steeds. Sainz kan daar weer niet aanvallen. Probeert het wel. En Vettel valt Sainz aan voor P11. Dus dat geeft ons wat lucht. En nu kunnen wij hopelijk wegrijden van die twee. Schumacher rijdt voor ons, alleen dat gat is 4,5 seconden. Dus dat kunnen wij niet zomaar dicht rijden. Sainz en Vettel knokken nog om die P11. En daar hebben wij Carlos Sainz aan de buitenkant. Dan rijden wij hier weer een binnenste lijn. Raakt Carlos Sainz mij, maar wij hebben beide geen schade, dus we kunnen onze weg vervolgen. En duwde daar de Spanjaard gewoon bij het Guangyu Zhao op P12. Rijdt op die soft banden, dus ik verwacht dat hij sneller is dan Sainz. En diezelfde Sainz zit nog steeds achter ons. Oh, we hadden daar wel een klein moment op de curbstone. En Sainz tikt ons aan. Maar we hebben geen schade aan de sidepod. Gelukkig maar. En de vloer. Sainz heeft geen DRS. En dan zitten we in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Sainz probeert het, maar de buitenkant is geen goede kant, jongen. Dan moet je naar de binnenkant aanvallen. En hij kon daar de auto net niet meedraaien met ons. Anders had hij hem gewoon aan de binnenkant gezet en waren wij gewoon gezien. Maar dat deed hij niet. Wij gaan verdedigen bij Cops Corner. Kan er niet langs, Sainz. Gelukkig maar. Maar dit betekent dat wij iedereen gaan ophouden. En als er een pitstop moet worden gemaakt, dat we dan de klos zijn. 10 minuten regen. Sorry, 10 minuten tot de regen. Excuseer. 10 minuten tot de regen heb ik volgens mij verstaan van Mark Priestley. 9,4 seconden voorsprong heeft Mick Schumacher. Die rijdt comfortabel in de punten. Wij rijden dus op een P10 en dan zitten we in ronde nummer 9. Sainz aan de buitenkant. Lukt niet. En volgens mij heeft Guangyu Zhao een pitstop moeten maken. Want die rijdt helemaal achteraan. Sainz probeert het. Maar kan zijn auto net niet voldoende plaatsen. Hier dan wel. Aan de binnenkant. Nee, ook niet. En aan de buitenkant is sowieso geen optie hier. Magnussen heeft dit keer P12 veroverd van Sebastian Vettel. En er zijn nog 16 rondes te gaan in de wedstrijd. De lucht is wel al aardig bewolkt geworden. Sainz probeert het aan de buitenkant. Maar wij houden onze gaspedaal ingedrukt. En hij kan er niet langs. Gelukkig maar. Maar dit gaat tijd kosten. En in ronde nummer 11 zit Sainz weer te kijken. Is er voorbij. Maar durft niet laat in te remmen. Hebben wel een klein aantal kleine momenten. En ook Magnussen zit te kijken. Jazeker. Kevin Magnussen gaat hier aanvallen voor een punt. En we zitten in ronde nummer 12. De pitwindow is open. Sainz probeert het. Aan de buitenkant. Lukt niet. En wordt daar gewoon het gas opgeduwd door ons. Voorlopig nog een prima wedstrijd. Alleen dat kan zomaar veranderen bij de pitstops. Je weet het maar nooit. De wanden gaan er wel aan. Dat naar Sainz is ongeveer 15e. Wordt alsmaar kleiner door die DRS. Kan ook hier aanvallen.
aan de buitenkant. En wij houden gewoon de racelijn. Sainz zit echt even klem achter ons. En dan gaan we naar binnen. Magnussen, pal achter ons. Ricciardo, pal achter ons. Dus deze pitstop moet goed gaan. Anders zijn we de klos. Anders zijn wij de klos. Nou, het instuur is in ieder geval heel goed gegaan. Ja, en dan krijg je dit als er een probleem is met het wiel. Iedereen heeft mij dus ingehaald en deze wedstrijd kan nu gewoon de prullenbak in. Echt. What the fuck? What the fuck? Dankjewel team voor het verkloten van mijn wedstrijd. Daar gaan de punten. Niet normaal. Ik heb ook helemaal niks aan jullie, hè. God voor de godver. Mijn hemel. Ja, en dus moeten we ons zien terug te knokken. Alleen dat lukt gewoon niet. Want iedereen is zoveel sneller. En zelfs Theo Poortje heeft mij ingehaald tijdens de pitstops. Maar we vallen hem hier aan de buitenkant aan. Lukt niet. Hij heeft DRS. En wij dus niet. Geen flauw idee waarom, maar de game haat mij gewoon op een of andere manier. Leuk, super. Dan doen we even dit. En vallen hem daaraan aan die binnenkant. En dat is P21. En we lagen nog wel op P10. Gewoon 11 plekken verloren door die pitstop. Niet normaal. En nog 12 rondes te gaan. En dit zie ik niet meer goed komen. Latifi is de volgende. Voor P20. Maar goed, daar kopen wij helemaal niks voor. Ik ben best wel gefrustreerd. Dat was ik ook toen ik aan het rijden was. DRS open. Clipstream pakken. Kunnen wij hier iets dan? Leuke informatie, Mark. Daar heb ik echt wat aan. Latifi. Wij moeten hem hier echt gaan passeren. En dat doen we ook. Jazeker. Stuurt wel mooi lekker op ons in. Alsof wij er helemaal niet zijn. Dankjewel. Pakken hem hier dan wel mooi aan de buitenkant. En dat is P20. Latifi kan niet terugkomen. Want wij gaan mooi verdedigen. En dan zitten we in ronde nummer 20. Als Sebastian Vettel een probleem heeft. Vettel heeft een probleem. En dan gaan wij hem zo meteen voorbij. En het gaat ook regenen, zie ik. Op het scherm verschijnen kleine druppeltjes. Vettel gaat nog moeilijk verdedigen ook nog. Wat doe je? Dankjewel. Dankjewel. P19. Hollakidee. Daar doen we het voor. Super. Nice. Vet. Geweldig. En Charles Leclerc wint alweer een grote prijs. Het is gewoon niet normaal hoe dominant die jongen is. En wij vinden ze helaas op een P18. Lagen in de punten, maar de pitcrew vergooit de kans. Jammer. Echt jammer. Punten gewoon weggegooid door domme fouten. Op naar de volgende race. So another excellent win for Ferrari. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix. And they're certainly a team that know what they're doing out there.
Nou, hier bij dan dus de uitslag van de wedstrijd. Charles Leclerc wint dus alweer een grote prijs in My Team Career. Maar pakt ook de snelste regelpunt. Lewis Hamilton voor het thuispubliek naar het podium. Russell ook voor het thuispubliek naar het podium. Twee Britten op het podium. Vinden ze fijn hoor. Verstappen helaas naar P4. Perez 5. Bottas 6. Alonso 7. Norris 8. Mick Schumacher naar de punten. En Carlos Sainz pakt het laatste punt voor Ferrari. Teleurstellende race van de Spanjaard. Wij dus geen punten. Jammer. Komen dus thuis op P18. Poortje op P21. Vettel pakt het laatste plekje. Nog steeds P13 in het coureursklassement. En nog steeds 9e in het constructeursklassement. Dus niks gewonnen, niks verloren. Zo zou je het kunnen zeggen. En dat is ook zo. Maar hadden vandaag veel meer punten kunnen scoren. Alleen het is er dus niet van gekomen. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. Hey, heel veel geld. Heel veel geld, jazeker. Top, mooi. Hello, I like money. Nou, oh, poortje, het schade gereden, dankjewel. Maar goed, nogmaals. Hopelijk heb jij genoten van deze video. Zo niet, beloon het dan met een dislike. Zo ja, beloon het dan met een like. En vertel me ook waarom je hem leuk vond en niet leuk vond. En of er iets beter kan moet worden op mijn video's. Ben jij nieuw en nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer. En ram ook op dat belletje. Zodat jij geen enkele aflevering van mij mist. Dan ben je altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Nou, we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.